wordt geopend door onze voorzitter, meneer Vriesen. Die is vroeger altijd van hockey geweest, heb ik begrepen. Maar die gaat toch middels een shootout. Ik heb hier een prachtige bal. Hij is getest door Marco Hering. Waar u dus de shootout gaat uitvoeren op de keeper van D1. Dus als u bereid bent, dan kunnen we starten. Is dat gebeurd? De voorzitter zal wel of geen doelpunt maken. Dat betekent dan dat je met je leider meegaat naar het onderdeel waar je moet starten. Dan gaan we steeds via die scheepstoeter aangeven. De eerste training is voorbij. Je moet naar het volgende onderdeel. Dat staat allemaal precies aangegeven. D1, ja? Wie is dat? Dus de keeper van D1 in de goal. Natuurlijk naar die bal toe komen. Goed aangooien. Hou de afstand maar een beetje kleiner, hè? Dat is nog veel te ver. Dan hoef jij ook niet veel te lopen. Ook maar klein. Steeds zoveel mogelijk koppen. Dus gewoon kijken en dan pad de kaart naar te zetten. Ja? Oké, mooi. Ik ken niet dat een bal, hè? Ik weet niet. Nikke, hup! Op het pad. Ja, kom je erin? Moet daar gooien, even overnieuw. Doe even overnieuw, kom maar. Rustig aan. Hup. Ja. Ga door, kwa. Kijk, goed opletten. Wat nou gaat er gebeuren? We hebben hier een keeper op de goal. En eens kijken of dat lukt. Je moet nu zelf de bal opgooien en je komt weer in de goal. Kom eens zo dichterbij, doe ik één keer voor. Dikke! Het is heel moeilijk, ik denk dat bijna niemand dat zal kunnen. Kijk, het gaat zo, Erwin. We zijn goed, hè, Erwin. Gooi hem op. En kop hem in de hoek. Yeah. Iets dichterbij, yeah. Hier zo. Hij als eerste, jullie erachter. Als je de kop dit bal ophalen en je slaat achteraan. Ja. Jammer. Bal geven en achteraan slaan. Niet te vroeg, niet te vroeg. Zo, daar. Jij. Opgooien. Oh, je komt niet helemaal bij de bal. Doe maar, achteraan sluiten. Jij gaat rustig vooraan staan, zo. En dan gaat hij. Pats! Nou moet het op die donder. Jij. Zo ja, nou achteraan sluiten, neem je bal mee. Maak het eerste doelpunt. Doe maar, die keeper is weg. Bijna, kom aan, sneller. Die keeper moet onder druk gezet worden. Bijna. Wie maakt de eerste goal? Goed jongen, met een sprongetje al. Met een duik bijna. Nou ja, in de hoek, hè. In de hoek. Ja, iets overop voor je. Ik ga dit keer een snoepduik maken. Kom maar. In de hoek, in de hoek. Nee. Jammer, kom maar sneller. Kom. Oh, er is een snoepduik. Snoepduik. En stop, ander kant. Goed zo, keeper, laat maar liggen. Drie doelpunten, kom maar. Hoe is dat niet vader? Kijk, kijk. En dan, wat? Vier. Zo, die gaat ja, in de hoek. Mooi door. Vijf, niet er dichtbij, jongen. Ja, zes. Hello, ik ben al weg. Nee, niet er dichtbij. Telt niet, je is dichtbij. Blijf zes. En ga door. En tik hem erin. Eén, hele goeie. Volgende. Speel maar. Schok maar dan. Jongen. Eén doel. Kom maar. En loop door, hè. Loop door. Juist, knoppen. Doe man. Kom op. Kasper. En stop. Yeah! Nou, kijk, het gaat als volgt. Ja. Wie maakt ons weer als eerste? We hebben een goud school. Zo. Ik ben gulig. Kijk. Nou moet je vanaf hier moet jij schieten op de goal. Alleen je mag de ballon niet raken, dus hij moet omhoog. Als je die goal raakt, telt hij niet. Klaar? Gaat ie. Goed zo, leg hem neer. Hier. Laat maar liggen, keeper. Volgende. Telt niet, pilon geraakt. Maar ik hoorde. Is erbij, is erbij. Niet te makkelijk maken.
Wacht even. Luister jongens, het is de bedoeling om hem eroverheen te zien, niet om hem aan te raken. Heb je wel goed verstaan, of niet? Overheen, Erwin. Laat me zien. Je gaat er langs heen. Ja, goed zo. Leg neer. Volgende. Nou, zo gaat het niet, hè. Dat draait. Nou, spelen. Goed jongen, spelen. Ja, goede ballen. Kom maar. Hop. Hey. Oh. Kijk, ja. Ja, maar die dekken het wel. Ah, hier. Oh. Ik ga de camera voor hem vastzoeken. Ja. Oh! Jammer. Wat een. Ik ga de pak. Ja, die pak ik. Zo. Hij kan het ook binnen doen. Oh! Ja, Jeff, die pak ik door. Oh! Goeie bal, joh. Nou. Verkeerde richting. Ja, jullie gaan nog wat moeilijker, jongens. Nee. Ja, tot dan. Waar dan? Dit is links. Goed zo, kom maar. Ja, dat is het, deze ding. Nee. Nou, die pak ik gelijk dan nog. Kom maar. Nou ja, goed stoppen, onder je voet, hè. Probeer hem voor de stuit. Dus niet eerst uitstuit, maar... Ja, goed. Ja. Dan gaan we naar de goal, En schiet maar. Ja, jammer. Kan nog niet. Volgende. Heb je gezien hoe het moet? Ja? Oh, maar ik knip er allemaal in haar hier. Goed zo. Aan, naar de goal. En schiet maar. Nee, dat doet niet. Jammer. Nee, dat is niet mij. Ik ken het niet. Ik ja, komt ja, die vind ik ook zo. Goed zo, ja, jongen. Goed aangenomen. Schiet maar. Ja, goed zo. Alleen ja. Eventjes weer met de voet gedaan, met de hoofd, dan kunnen we meer. Met de buik. Ja. Buik? Ja, aannemen. Borst. Met je borst. Ja, maar dat is wat anders als je buik, hè? Ja. Hoe zie je, jongen, aannemen de buik? Ja. Nou ja, dus gaan we nou op de borst aannemen. Ja. Dus moet je lichaam iets achterover. Nou jongens, even kijken even naar hem. Hij doet heel goed voor de hele tijd. Even mee weer eraf. Let op, hè. Even naar achteren. Kijk, als je het even zo doet, dan kunnen ze het goed zien, hè.
Kijk, even kijken. Je hoeft je niet op af te werken, maar dan kun je nu goed zien hoe je het doet. Ja, komt hij aan het... Goed zo. Ja, geef me hier die bal. Ja, kijk, zie je wat hij doet, joh? Kijk, zie je wat hij doet? Hij houdt zijn lichaam een beetje zo achterover, hè? Echt zo, hè? Ja? Juist, prima, jongen. Kijk eens. Komt hij niet zo ver? Hij komt meteen tot schieten omdat hij de bal goed aanneemt, hè? Goed zo. Ga dan. Ja, goeie bal. Ja, ja. Ja, dat is niet gelukt, hoor. Nee, het is. Ja, goed. Ja, niet bang, dat gebeurt niks, hè? Gewoon heb je borst vooruit. Ah, dat was niet echt makkelijk. Wel een pootje. Ja, dan gaan we die meenemen, dus, hè? Ah, bij ons wel klein borst, hè? Bij ons niet. Hé, pas. Moet je een beetje hoog gaan. Moet je? Beetje hoog gaan, een beetje af. Laag, ga je uit. Ik kan snel. Zo, ga dan. Ja, nee, nog niet voor opkopen. Het is moeilijker. En dan ga je die kant weer op. Goed kijken, dribbelen, afkappen, meenemen. En proberen je, voor je te dribbelen, de bal goed af te kappen en dan over de bal kijken. Ja, al die drie dingen verblijven. Kom maar. Ja, dat is wel beter. Dat hebben we wel beter. Dat is wel voor je. Je hebt nu al voor je, zie je dat? En nu moet je dan goed afkappen. Ja, maar met voetballen staan we nooit stil. Hè? Proberen alles in de beweging te doen. Stap er maar langs. Nee, nu maak je de fout. Je stapt er zo langs en dan wil je gaan kappen. Nee, je moet de bal hier houden, voet, jouw voet hier. Dan inkappen en meepakken. Kom maar, probeer maar weer. Dat is ook een smetje. Nee, dat is weer. Je dribbelt. Dan stap je met deze voet. Dan stap je voorbij de bal. Kom maar, nou weer staan. Ja? Je stap je de voet er voorbij. Dan tik je met deze voet de bal aan. De bal aan. En dan draai je om. En dan pak je hem. Wij gaan nu naar de andere kant. Even kijken. Hey. Wacht even, Terry. Ja, oké. Zo, nou. Allemaal is het genoeg voor iedereen. Ja, ja, goed. En dan ga je weg daar. En als je het leeg hebt, geef het aan mij die beker. Nou, kom maar, gaan we. Hup.
kom maar. Hup, dribbelen. En probeer die bal buiten het veld te schoppen. Kom maar. Ja, hey! Kevin! Kevin! En pak jij de bal weer, hè? Kom maar. Ja, waar is je hier? Nou schop jij de bal naar buiten. Dan hang je er een. Nou, kom, hup. Probeer het dan, hè. Kijk uit. Ja, hou er binnen, hou er binnen. Goed zo, hou er binnen. Goed zo, haal hem op. Kom op, ga door. Hey. Hey, eigen bal, hè. Hey, je eigen bal, eerst je eigen bal. Daar ligt je eigen bal. Ja, dat was je bal, die zag ik. Hè? Nee, jouw bal. Ja! Ah, dan ga je met deze door, joh. Hé? Ah, nee, die is niet te zacht, joh. Ga eens lekker door dan. Oké, stoppen we. Wie had er weer vijf? Ik! Had er niemand zes? Ik een zes! Ik heb 10 gehad! Ik heb 9! Een hele goede groepje, hoor niet? Goed! Goed! En we gaan nog even door, kom maar. En we gaan weer dribbelen. En niet elkaar aanraken, hè? Dat zouden we niet doen, hè? En we zouden binnen het vierkant blijven. Kom maar. We zouden binnen het vierkant... Hey, je bent er weer buiten, joh. We zouden er binnen blijven. Kom maar. Ja! Ja, goed zo. Wie zit er nog niet? Ik wel. Hij niet. Zo dadelijk zullen we eens even opgeletten wie er als laatste is. Kom maar, gaan we weer. Wow. Even lekker dribbelen. Hou die bal vlak bij je. En dribbelen. Heel vlak. Ja! Hij is het laatste. Hij was het laatste. Nou, en dat gebeurt natuurlijk nooit meer. Kom maar, en we gaan weer verder dribbelen. Ja hoor, prima. Ja, mooi. Ja, goed, heel goed. Prima. Ja. Oh, jammer. Heel goed. Ja, die zit. Heel goed, hou bij je die bal, hè? Mooi. Ja, keurig. Hoeveel staat het? Goed zo. Pas je mij. Ja, prima. Ik heb het drie. Ja, goed. Op die bal, keurig. Hey, zie wel. Ik had door kunnen spelen. Ja. Ja, maak maar af. Je hebt het verdiend. Maak maar af. Heel goed. Ja, kijk, als je gaat liggen. Zes. Stil, leg die bal op de voet. Juist. Perry, op de grond die bal. Ja, en dan? Doe ik het doen? En dan doorgaan, hè. Zo. Hey, zo, Ronald. Hey. Ronald. Hey, kijk, die voor mij blijft niet zitten. Die voor mij gelijk te kijken. Die gaat er als hoor. Ja hoor, kijk, je moet het ook zo doen. Het gelijk naar je andere voet. Ja hoor. Dat is voor Jasmin. Oké. Komt ie, hè? Kom maar. Zo ja. Oh, probeer het wel bij je te houden, hè? Ronald! Ronald! Ik heb hier een kromme deel. Jurgen, zit ik er jou bij? Nou, dan ga jij daar en jij kan je achteraan. Rob, Alleen die. Dan.
Thank you.